Hallo, ik ben Peter. En ik ben Juri. En ik ben Tim. En we zijn mensen binnen onze aflevering 4 van onze Minecraft Survival Series. Vorige aflevering hebben wij een onderwater dungeon gevonden waar we extreem faalden en zo in dood gingen. Dus we zijn nu van plan om zeg maar te gaan minen deze aflevering. Zodat we een beetje standaard gear krijgen en items kunnen maken. Zodat we onder water kunnen ademen. Oké, waar gaan we minen? Ik heb volgens mij nog steeds mine. Ja. Je hebt die mine bij het strand, toch? Ja. Marijn? Ja. Ja, ik ben erin geflikkerd. Ik heb trouwens 57 stukken glas mee. Ik weet niet waarom. 57 glas? Nee, dit is donker nu. Hoe komen we aan zoveel glas? Ik had de eerste aflevering had ik fucking veel zand gemined. Ja, kom, we gaan gewoon de hele tijd naar beneden graven tot we een beetje diamond vinden en zo. Ja, oké, okay, niet recht naar beneden. Tim, ik heb een mine gevonden. Echt? Oh, en Juri valt er gelijk weer in. Ja, ik ging hem direct voor. Maar ik ben ook. Ik heb honger, ik heb eten nodig. Ik heb geen eten meer. Nee, ik het is ook volledig leeg. Nou, fuck dat. Ik accepteer het maar. Hey, gold. Gold, hoi! Nou, okay. Gold is fucking nutteloos, of niet? We kunnen het wel gebruiken voor andere shit en potions shit. Ofzo. Oh shit. Ik heb geen zwaardje meer, bedenk ik. Ik heb ook geen zwaardje meer. Tim, ik heb een schep. Tim, bescherm ons. Oh fuck! Oké, ik ga ervoor. Alsjeblieft, spring die in. Wat water irriteert fucking erg. Ik zit erin. Ja, hier is een dungeon. Wacht even. Als we. We zouden dit kunnen gebruiken om een. Ik weet niet of het werkt als je het mind dat het meegaat ofzo. Wat? Wat zeg je allemaal? Als je deze spawner mind. Krijg je hem dan in je inventory? Nee. Oh shit, vet veel stuff. Ik heb een saddle. Ik heb heel veel music discs. We laten deze staan, oké. Ja, dat is goed. We kunnen hier misschien wat doen dat we een spawner krijgen ofzo. Dat zou wel chill zijn. Nice. Ik ben toch ook gevraagd in de channel dat een spanner is. Juri, kan jij wat spullen bij je houden? Ik denk het wel, als ik niet dood ga door skeletjes. Oké, waar ben je? Oké, kan jij dit zadeltje bij je houden? Ik denk het wel. Je bent een fucking pakezel. Ja, jij bent een pakezel. Ik moet wel mailen. Oké, ik laat me. Ja, maar ik heb best wel weinig health, dus als ik dood ga... Dan ben ja, je ik ook, maar maakt niet uit. Dan weten we ongeveer waar onze spullen zijn. Oké, ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Deze tunnel gaat fucking diep trouwens. Ik heb iron gevonden. Ik ben blij. Ik heb een creeper gevonden. Oh shit! Nee! Peter, van elke kant staat nu een creeper. Als ik daarheen ga, is er een creeper en daar. Kom bekijken. Ah, oh, fuck. Die man gaat, mijn buurman gaat ook gelijk boren. Helemaal in paniek. Peter, niet doorgaan. Ik ga boren voor je. Dat is ook wel logisch. Een bed. Oh mijn god. Wat de hell? Maar onze spullen liggen nu daar ook, hè? Ja, we moeten even kijken. Kunnen we dit naar beneden maken? Godverdomme, ik kan niet gewoon. Iets van safe inventory aanzetten of zo, want dit gaat nog zo vaak gebeuren. Nee. Oké, joh. Ik maak hier even een furnace en zo. Dan ga ik even nieuwe iron smelten. Wanneer? Waar zijn we spullen? Hier beneden. Jongen. Hebben jullie me nou naar beneden te geduwd? Oh my god! Hij overleeft het ook, hè? Deze arme man. Er is daar weer een dungeon. Peter. Nog een spanner, Ah, Jullie pas op, die zetten spanner, die komen allemaal monsters voor je. Ja, we hebben allemaal spullen liggen hier. Ook spullen liggen daar. Hebben jullie hout? Hebben jullie hout bij je? Jongens, hebben jullie hout? Ja, niet meer. Ik heb geen hout, hé. Hey. Ligt dus daar beneden. Oh shit, dan moeten we eerst naar beneden zien te komen. Wacht even, Juri, ik heb een idee, jongens, ik heb een idee. Juri springt snel naar beneden en Peter teleport meteen op het moment dat hij valt. Nee, wacht. Dat is een goed idee. Nu, dit is mijn andere idee. Je hoeft niet te springen. Nee, af dan raak alle dingen verspreid. Maakt niet uit. Ik haal het nu weer weg. Ja, ik moet voor... Jongens, help. Ik ga er ook voor! YOLO! Ik heb het denk ik. We moeten eerst de spanner uit zien te zetten. Tip. Zet die spanner uit. Ja, er is er fucking veel shit erbij. Ik heb ook geen baan. Tim, hou die spinnen bezig. Hou die spinnen bezig. Sorry, Tim. Fuck daar, Juri. Oké, staat een torch op. Staat een torch op. Ik word compleet gekankt hier. Peter, ik ga ervoor. Nee, Peter, niet dat. Ik wil even de loot zeg maar bij ons huis zien te krijgen. Ja, ik moet dus over spelen spullen maken. Oh nee. Oh mijn god. Ah, oh, dat was onze trap. Het gaat weer lekker hoor. Oké, Juri, ik tp naar je toe. Oké.
Okay, ik ben een week een stukje afgelopen. Dus. Hey, kan jij de spullen weer geven aan me? Ja, ze liggen allemaal hier eigenlijk. Ja, maar ik bedoel ook de spullen die je hebt opgepakt. Ja, ik weet niet wat ik heb opgepakt. Oké, Voor mij heb je ook shit erbij. Ja, je hebt echt de helft opgepakt, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook shit van jou en Tim. Ja, precies. Oké, waar liggen die andere spullen die gedropt waren? Hier ergens toch? Hey, diamonds, jongens! Echt? Hey! Oké, we hebben wel weer wat bereikt. Oké, ik heb de diamonds, jongens. Het zijn er fucking veel trouwens. Ik heb momenteel weer niks eigenlijk. Ik heb alleen een boeren pinkcase om andere. Maar, waar liggen die spullen die je dropte toen je viel? Ja, hier. Die lagen allemaal hier. En ik heb het meeste opgepakt. Heb je de zadel ook? Want dat is wel het belangrijkste. Ik heb nog een zadel gekregen, Peter. En horse armor. Oh, nice. Ik heb geen zadel meer, man. Dus ik denk dat Tim het heeft gepakt. Ik denk dat het best gegaan toen die creeper is geëxplodeerd. Ik denk het ook. Yeah. Maakt niet uit, we hebben er sowieso één nu, dat is wat zo. Jongens, hier beneden zijn nog fucking veel mobs. Ik heb het net gezien. Ja, ik heb... Ja, hier zijn spinnen. Fuck. En ik ben beneden. Even terugvinden. Ja, ik weet niet waar de fuck zijn we? Ja, Peter, we moeten nu gewoon even teruglopen. We moeten even teruglopen. Oké, ik ga even naar jou toe teleporten. We moeten even deze shit opslaan in ons huisje, want dit gaat echt verkeerde kant op. Holy shit, hoezo zit hij zoveel? Ik vind het wel vet. We hebben op zich wel progress. Oh shit, ik was bijna dood. Waarom onze diamonds zo kwijt, man? Hey! Peter, wie was het vol? Oh, dit is een chest. Yep. Oh, yeah. Oké, één van ons moet even naar boven toe zo. Ja. Heb je de shit? Ja, ik heb het. Misschien is het handig, zal ik naar boven gaan dan? En dan neem ik de diamond en zo. Maar dan ga je dood. Iemand moet dood. Ik ga wel even dood. Moet ik je killen? Waarom? Ja. Tim is fucking sadistisch. Opeens moet iemand dood. Wat? Oké, Jordi, pak jij even de rest van zijn spullen op. Oké. Hey jongens, ik zie een schaap. Deze man gewoon. Tim, we moeten deze bomen weer even weghalen en die boor moet even zijn bek houden, want ik word echt pis. Moet ik ook naar boven toe of moet ik hier blijven? Ja, kom. Kom maar gewoon, ik denk dat dit wel goed is even. Ja. Oh shit, we hebben best wel veel stuff gevonden. Ja, inderdaad. Het ging best wel lekker. Ja. Oké, dit ding mag ook wel. We moeten misschien wat meer chests hebben. Is het ook? Ja, we hebben nu alleen de penis chest eigenlijk. Ja, hoor, maak wel even extra. Ja, dat kan je niet gelukkig zijn. Tim. Maak hier maar mine chest van. Tim-chan. Is dit jouw chest? Nee, dit is voor de mine stuff. Oh, oké. Ik bedoel mine chest, nee, mijn. Oh, god. Tim-chan, ik heb nog helemaal van jou spullen. Oké. Ik heb stone hoe, denk ik, van jou. Want dat ik stone pickaxe, had jij een hele slechte? Ja. Oké, die is van jou dan. Stone axe, sowieso niet. Shears waarschijnlijk. Ja. Bow? Ja. Glowstone dust? Is dit mine chest? Ja, volgens mij. Glas? Drunk defense? Glas? Ja. Hey, ik had glas. Ik had 54 glas terug. Nu heeft Tim alles. Ik had mijn glas terug. Glowstone. Jungle fence? Ja. Okay. Ik zeg gewoon tegen alles ja, Yuri. Glowstone. Nou, ik vind het best wel goed gegaan. We hebben best wel heel erg veel progress gemaakt. Ja, en ik heb hier rechten. Ik heb het gevoel alsof ik mensen... Oh shit! Nee, Kipchan! Kipchan, kom hier! Wat gebeurt er? Die Kip die flikkert zwijnen naar beneden toe, man. Kom hier, oh God, kom snel! Wat moeten we doen? Peter, dat kunnen we niet redden, denk ik. Nee! Wat gebeurt er? Wacht, heb ik aandacht voor alle kippen? Yuri, breek dat hekje daar. Oké. Nou, is er nog een... Staan hier nog die... Welk hekje? Waar is die kip over? Maakt niet uit, breek dat hekje! Daar staat een kip voor! Daarnaast! Breek dat hekje daarnaast! Jullie... Oké. Nee, je doet het niet! Die mannen! Kom hier! Ik ga hem redden! Delf raakt afgeleid! Ik ga hem redden! Oh mijn god, dit is echt gevaarlijk. Man, er staat er nog één, Tim! Nee! Dat was de kip die we nodig hadden. Breng de hekje hiernaast. Waar ging het om? Kipchan, red Kipchan. Nee! Je moet even allemaal seks hebben. Oh mijn god, wat doe je?
Ja, gered, gered. Alles gemist hier, ho. Oh mijn god, er zijn er weer twee uit. Jury, wat ze zijn losgebroken. Ze lopen door de huizen. Jongens, help. Onze snel terug. Peter, hier is er één. Hier is er één. Nee, ik vind erop staat er nog één. Ja, ik heb hem. Er zijn er twee uitgebroken, anders zit hier. Ja, en dit mannetje die begeert iedereen ook. Het is gewoon de bel. Hij had me toen. Hij was toen net helemaal voorkomen in het vang van mijn zaad. En nu is het niet. Let op mijn zaad! Nee, kimpen, wat doen jullie? Zaad. Dude, je moet ook geen zaad hebben, je moet weed hebben. Nee, je moet zaad hebben, Jury. Je moet weed hebben. Je bent outdated, Jury. Het is tegenwoordig. Je bent zo outdated. Heb je het serieus veranderd? Dat is echt al jaren zo ook. Echt waar? Ja. Kom maar! Door weer zijn handjes te wrijven. Kom maar! Oké, deze is in de ban van mijn zaad. In de band van jouw zaad. Oké, nu die nog? Oh shit. Kom, 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 kom. Yes, oké, nog eentje naar binnen zien te krijgen. Duwen. Kom maar. Oké, we gaan hem samen duwen. Hey, het lukt. Het gaat best wel goed. Peter! Die man. Oké, wacht. God. Ik moet even zorgen dat ze niet allemaal bij het hek gaan staan. Dan gaat het mis. Ja, maar... Nu staat hij in een hoekje. Nee, maar, Kipchan, kom op. Kipchan. Ik noem hem Samantha. Okay, Samantha, kom op. Samantha, je bent daar zeker van veilig bezig. Kom maar. Dit is mijn zaad. Jij wil mijn zaad. Kom. Dit is het ook. Dit wordt echt hinderlijk. Kipchan, Samantha. Samantha-chan. Maak er gewoon dood, even serieus. Eén kip of meer. Nee, Tim! Je snapt het niet. We moeten een KFC beginnen. We kunnen hier plofkippen vandaan. Twee kippenpootjes, twee vleugeltjes, misschien wel drie aangezien we kleine stukken kunnen snijden. En er zal vast wel een of andere creep zijn die de snavel wil eten. Weet je hoeveel geld we daaraan kunnen verdienen? Oh, ik zie daar toch wel €12,50. Oh ja, oh nee. Maar dit is ook controle. Vroeger als je fucking weed had, dan volgen ze je gelijk, die beest. Peter heeft hem doodgemaakt. Wauw. Ze gaat in de oven. We moeten ook wel even chappen vinden. Ik heb hier eten nodig, eigenlijk. We hebben nu wel kippertjes. Hoe heet het? Oké, dat is de mind. Jury, hier, watermeloen. Oh, dankjewel, Tim-chan. Ik vind het een mooi vormpje. Ja, maar dit is... Oh, dit is gewoon... Het is niet nauwelijks voedzaam, dude. Eén kippen... Het doet één voedsel erbij. Sorry, ik maak wel anders van broodjes. Ja, jij bent professioneel brood maken of zo. Ja. Maar echt... Nee, serieus, ik maak mijn eigen brood, Jury. Wel echt kut dat we geëten hebben, man. Zo kut! We moeten echt eten zien te krijgen. Het is vult. Er zitten ook al die kippen op te vreten, hoor. Oh mijn god, die plofkippen. We beginnen hier met die plofkippen proberen. We moeten ze minder ruimte geven. Ja, vind ik ook. Want zijn het geen echte plofkippen. Oké, ik vind het wel een mooi einde van deze aflevering. Ja, plofkippen. Bedankt voor het kijken allemaal van deze aflevering. Ik vond het heel lief dat jullie gekeken hebben. Smee!